Beste luisteraars, u luistert naar een uitzending van Damsko Somitang, het programma Wist u dat op deze woensdagmorgen. Aan de telefoon hebben we niemand minder dan de heer Edward Belfort. Meneer Belfort, goedemorgen. En van harte goedemorgen, meneer Botse, luisteraars van Radio Damsko, Tamara Somitang. Ja, goedemorgen vanuit Stanag Paramaribo. Ja, laten we weer eens gaan kijken naar een paar onderwerpen die ze zich hebben opgedrongen. Laat me het maar zo zeggen, de laatste dagen in Suriname. Laten we alvast beginnen met de invoering van BTW. Want een tijd geleden hoorde ik al dat per 1 november die BTW zou ingaan. Wat kunt u ons daarover vertellen? Ja, alvorens daar iets van te zeggen, moet ik zeggen dat ik in de media heb vernomen dat de vicevoorzitter van het parlement, Deo Charman en Cedric van Samson van de VAP, opnieuw een wetsvoorstel hebben ingediend om mensen met strafbladen te verbieden om in hoge functies te treden. Ja, president, vicepresident, ministers. Nu hebben ze ook bij betrokken RR en DR-leden. En dat is op 26 oktober ingediend bij het parlement. Op zich vind ik dit een heel goede ontwikkeling. Kijk, men kan zeggen wat ze hebben willen over mij, dat ik altijd tegen de voorstellen ben. Maar dit is zeker iets dat men kan toetsen, dat Belfort niet tegen alle voorstellen is. Dit is een goed ding. Ja, dit moet een zeg maar, een lat zijn. Ik kreeg een zware brom. Oh, is door de wind. Ja. Dit moet eigenlijk ertoe leiden dat mensen met strafbladen in hoge functies treden. En dat zien we overal in de wereld dat men deze norm hanteert. Waarom in Suriname niet? Als iemand, ik had al eerder hier op deze medium gezegd, als iemand politieagent wil worden en die persoon heeft een track record van inbraken en berovingen, zou je het goed vinden dat die persoon dus na de laatste straf solliciteert bij de politie? Niemand kan zeggen die is er mee eens. Of dat iemand alleen maar voor bankovervallen, dat is zijn track record, alleen bankovervallen, ja, veroordeeld is geworden. En na omkast van zijn straf, zegt die persoon, oké, ik wil dan proberen bij de centrale bank, ik zie een sollicitatie daar in de dagbladen, ik heb economische kennis, ik wil bij de centrale bank van Suriname gaan werken. Zou men dat accepteren? Begrijpt u? En zo kunnen we dat rijtje afmaken. Maar om kort te gaan, ik kijk uit naar de behandeling en de argumenten van de mensen. Want als bijvoorbeeld het gros van Suriname zich houdt aan wet en regelgeving, waarom moet men achter iemand of achter bepaalde mensen gaan aanrennen die juist zich gezondig hebben aan wetten, ernstige delicten hebben begaan, om die personen te adoreren en te zetten in hoge posities? Dus we moeten onszelf niet te kijk zetten in de wereld. Dus ik sta helemaal achter dit voorstel. En wanneer wordt het voorstel behandeld? Nou, dat hangt van de voorzitter af, dus we kijken uit naar de behandeling. Ja? Maar in elk geval, het is al ingediend, het was al eerder ingediend. En nu weer opnieuw 26 oktober ingediend. Dus ten aanzien van de BTW, nou, tijdens de behandeling van de BTW in het parlement, hebben de bonden, de vakbonden, niets van zich laten horen. De veiligheidsbonden ook niet. Ik was een van de assembleeleden die falikant tegen de wijziging en de aanname was. Maar die behandeling is niet in één dag gebeurd. De bonden die
medewerkers hebben. Ja? Die hebben nooit van zich laten horen. Waren ze daar bij het parlement getogen met hun medewerkers? De bedrijven lamgelegd? Het veiligheidssysteem lamgelegd? Want de veiligheidsbonden zijn ook niet eens met die invoering van de BTW. Ja? Van 5% naar 10% gaat het. Dan had dat meer kracht, vind ik. Maar je wacht rustig, je zegt niets. Op geen moment wordt de wet in behandeling genomen. We vechten daartegen de bierkaai, de regering en de parlementsleden die daar alles goed bepraten. En jij als bond, als organisatie, wacht rustig totdat die wet is aangenomen, bekrachtigd, dus gepubliceerd in de staatsbladen. En plotseling kom je met eisen dat het niet in moet gaan. Niet dat ik er niet eens ben met hun, maar ik vind ze echt te laat. En de redenen waarom, weet ik niet. En ze dreigen met acties. Die acties moesten eerder zijn gekomen. Dat vind ik. Dus ik wil weten van waar nu plotseling die houding van die bonden. Niet dat ik er tegen ben, maar het bevriend mij wel, want ik heb daar staan praten in het parlement en ze volgen de vergaderingen. Maar ik heb geen steun van de bonden gehad. Ook in de media heb ik zaken aangekaart tijdens de behandeling. De bonden hebben niets van zich laten horen. En plotseling dreigen ze met acties. Die acties moeten al lang zijn gekomen, als je mij vraagt. Maar goed, we kijken wat het wordt. Maar als we het hebben over die bonden, waaraan moeten de mensen hier in, waaraan moeten de luisteraars denken? De politiebond? Politiebond. Het zijn veiligheidsbonden toch? KPS, KPA, correspondentaire ambtenaren, BBS, beveiliging en bijstand in Suriname. De brandweerbond ook. Ja, C47 heb ik begrepen. KOL. Ja, er zijn een aantal bonden aangesloten bij C47. Bij KOL. Dus men had genoeg kracht om de regering in aanloop naar de behandeling, of tijdens de behandeling, te zeggen van dit gaan we niet pikken. Dit is onze kracht. Ja, we staken. We leggen het werk lam. Maar dat hebben ze juist niet gedaan. Dus ik ben niet helemaal content met hun benadering, hoor. Het had eerder moeten gebeuren. Ja, maar ik weet niet of ze 1-2 spelletjes spelen met de regering. Want ik hoor bepaalde vakbondsleiders hebben chowmint gegeten. Ik weet niet of dat waar is. Ja, maar ja, we zien de houding van ze anders dan tijdens de regering. Maar wat heeft die chowmint te maken met deze kwestie? Die chowmint moet je zien als ze zijn omgekocht, toch? Oké. Okay. Vele van die vakbondsleiders die tijdens meneer Boutersen, ja, actie voerde. Kijk hoe hoog de koers is. Het volk kan niet meer. Ze praten niet nu. Dus dan het gevoel bekruipt mij, samen met anderen, dat ze, ja, samen met de regering aan de tafel zitten en, ja, alles goed bepraten. Terwijl tijdens meneer Boutersen waren zelf deze vakbondsleiders. De koers was echt niet zo hoog. 7 gulden, hoeveel? Een brandstof, een liter unleaded kostte 6 gulden, hoeveel? Toen waren ze op straat. Ik was ook met ze op straat. Want we willen het beste hebben. Ja? Maar nu, een liter brandstof is bijna 50 SRD. Die koers is bijna 40 SRD. Ze zijn niet meer op straat gekomen. Ja. Goed, dat is voor wat betreft de vakbonden die dus nu gedreigd hebben met acties. En ja, we zullen zien wat daaruit komt. En dat betreft in elk geval invoering van de BTW. En hoe was het nou, die invoering van de BTW? Op 1 januari, jongstleden, heeft dat voor vele problemen gezorgd. Men zei op basisschool zou geen BTW worden gegeven.
Het is een complete chaos geworden. Ja. En de regering die de controle kwijt. Ja, maar hoeveel is die BTW dan? Het was toen 5%. Nu is het gegaan van 5 naar 10%. Ja. En daar voeren de bonden of willen de bonden actie voeren. Ja. Op bepaalde goederen zou BTW niet geheven worden. Ja. Maar op alles wordt nu BTW geheven. Zelfs om naar het toilet te gaan wordt BTW geheven. Ja, hoe zit het nou? Ik hoorde sommige mensen al praten over het feit dat mensen die geld sturen vanuit Nederland naar Suriname, dat mensen daar ook BTW over moeten betalen. Ik heb die geluiden gehoord, echter heb ik de bevestiging niet. Maar het zal mij niet verwonderen als men later dat ook zal gaan doen. Ja, maar je betaalt toch geen BTW over een bedrag dat je aan iemand geeft? Kijk, wanneer we met zo'n regering te doen hebben, moeten we alles kunnen bedenken dat onmogelijk is, mogelijk gemaakt zal worden door deze regering. Ja? Dat, ik hoor mensen zeggen, als je 100 euro stuurt, dan moet je 10% BTW betalen, dus een 10 euro BTW. Dus de mensen zullen op een biesachtige manier uitgebuit worden. Ik weet niet of het waar is, nogmaals, maar dat heb ik opgevangen. Ja, maar goed, maar als men een BTW gaat invoeren en het wordt in het parlement behandeld, dan neem ik toch aan dat men daar in het parlement vertelt wat de consequenties gaan zijn. Ja, maar deze regering luistert niet toch. Is de regering die wat ze in hun hoofd hebben gezet, dat voeren ze uit. Zo hadden ze ook gezegd, de bouwwerkzaamheden van het nieuw vergaderzaal van DNA is stopgezet totdat enkele DNA-leden van de NDP, de PEP, de NPS en mijn persoon, donderdag jongsleden, daar zijn gegaan op de bouwlocatie en waargenomen hebben dat men rustig doorgaat met bouwen. Terwijl de regering gepubliceerd heeft in de dagbladen, in de media, dat er onmiddellijk de bouwwerkzaamheden tijdelijk zijn ze gestopt. We zijn daar gegaan en die arbeiders zijn rustig aan het werk. Beelden hebben we geschoten zelf. En daarna is de regering gelijk met de andere verklaring gekomen, althans de minister van Onderwijs. Die zegt, op dit moment kunnen we de bouwwerkzaamheden niet stoppen, want bouwtechnisch zal er een probleem zijn. Dus je ziet, één leugen, en we hebben die leugen ontkracht met de waarheid, wordt bedekt met de andere leugen. Hoe moet je deze regering nou vertrouwen? Dus dat betekent dat men geen rekening houdt met UNICEF? Nee, UNESCO bedoelt u toch? UNESCO, ja. Want UNESCO, maar uit Nederland hebben ze, UNESCO heeft gevraagd aan Nederland van hoe zit het nou, want Nederland heeft ervoor betaald dat gebouw. Ja, en de minister van OW heeft gezegd, West UNESCO, het beleid wordt hier bepaald en de minister van Buitenlandse Zaken moest komen tussen de minister van OW en de minister van Onderwijs om andere verklaring de deur uit te doen gaan. Dus je kan geen touw vastknopen aan deze mensen en uitleggen. Het is heel jammer. De regering is in en ondeelbaar, maar zoveel tongen worden dus, het wordt moeilijk voor de mensen. Deze regering gaat zeker niet terugkomen, dat kan ik je garanderen. Men doet alles eraan om het volk. Maar dan is dat gebouw al klaar. Nee, een vergaderzaal is er niet. Dat gebouw is al gebouwd. Ja, maar er is geen vergaderzaal in het gebouw. Dus daarmee is men bezig. En UNESCO zegt, het is in strijd met de, de regelgeving om Suriname op de werelderfgoedlijst van UNESCO te plaatsen. En men gaat rustig door. Dus die houten binnenstad van ons gaat straks van de UNESCO-erfgoedlijst verwijderd worden. En men stoort zich aan God nog gebod. Ja, ja. Nou, dat is niet makkelijk. Ik heb begrepen van de voorzitter van NACS. Ja,
die culturele organisatie, dat zij in elk geval in actie gaan daartegen. Ze hebben ook een protestbrief gestuurd naar de regering, maar kennelijk luistert men niet. Nee, men luistert niet. Heel jammer. Dus de eerste regering dat ik meemaak, dat niet luistert aan niets. Ja, kijk, de om van onderwerp te springen, pardon, de behandeling van de conversiewet in het parlement. Conversiewet, wat houdt dat in? Omzetten van erfpacht, grondhuur naar eigendom. Het is een behandeling bij het parlement. Wat doet de president? Die neemt het, zit het naar staatsraad. De staatsraad geeft negatief advies. En ondanks dat, komt de president met een staatsbesluit. Grondconversie. Dus, kan er tegen gedaan worden dan? Want ik bedoel, die regering, die minister-president, die kan toch niet zomaar dat soort maatregelen tegenhouden? Op dit moment, die meneer in functie, dit is zuiver iets om na zijn aftreden, na zijn ambtsperiode, hem te vervolgen. Want er is geen draagvlak in de staatsraad. En wat zegt hij? Ja, de staatsraad is een politiek orgaan, dus. Maar de politiek heeft wel daar gezet. Het parlement is ook een politiek orgaan. In de staatsraad zitten alle partijen die zetels hebben behaald. Dus hij weet dat en de staatsraad geeft hem advies. Ja, daarom staat het altijd gehoord, de staatsraad. Ja, maar het advies is negatief en toch gaat hij door. Dus hij moet oppassen dat hij straks na zijn ambtsperiode niet vervolgd wordt voor een aantal strafbare feiten, delicten die hij heeft begaan. Dit is één van ze. Ja, het advies is negatief. Dus hij heeft geen houvast om te zeggen, ik heb gevaren op basis van het advies van de staatsraad. Dat is er niet. Goed, laten we maar eens gaan kijken naar een bron van grote ergernis in Suriname. Het is de criminaliteit en wat allemaal daarmee gebeurt. Ik heb begrepen dat ze zelf in het politiebureau wilden inbreken. Ja, dat heb ik vanuit de media vernomen. Het hoofdbureau van politie, althans het gebouw dat als hoofdbureau moet dienen aan de Duisburglaan, is er in het weekend, afgelopen weekend, gepoogd in te breken. Dus je ziet, men heeft zelf niet de vrees voor de politie. Tot in het Hol van de Leeuw gaat men daar om zaken te doen. Ja? Ook diverse berovingen afgelopen dagen. Mensen in hun woningen, in hun bedrijfspanden, ja, winkeleigenaren zijn beroofd, gekneveld, achtergelaten. Ja? En de regering doet niets. Geen enkele verklaring krijg je van de regering. Maar we hebben een regering, gekozen door het volk. Ja, en men gaat zijn eigen weg op. Dit maak ik voor het eerst mee. Nou, de criminaliteit beteugelen is niet echt een groot probleem hoor. Ik heb het bewezen tijdens mijn ambtsperiode. Maar je moet iets doen. Maar niets wordt gedaan. Je komt met adviezen naar de regering. Die worden niet opgevolgd, ze worden in de wind geslagen. En dan krijg je dus deze zaken. Dat men dus rustig doorgaat en de criminelen die winnen terrein. Ze nemen het veld over. Dat is er aan de orde. Het veld overnemen, bedoelt u dat ze gewoon zich niet houden aan richtlijnen voor wat betreft huizen, bouw enzovoort, dat ze zomaar bezit nemen? Ja, maar men komt je woning binnen op brutale wijze en je moet pech hebben dat je dus daar niet mishandeld wordt, of ja, je wordt mishandeld. Vaak genoeg worden mensen mishandeld, zelf doodgeschoten. Ja, men gaat met de mensen in bezittingen vandoor. Ja. Afgelopen week ook, is week terug, is ook geschoten op een woning en een voertuig van meneer Clifton Lumburg op Lim FM. Hoe is dat verder hoe is die zaak verder behandeld en is er nog wat gebeurd verder?
wel, ik heb met hem gebeld toen ik dat bericht vernam. En ik heb hem dus ook moet ingesproken. Maar toen belde de politie hem. En ja, ik weet niet wat er tot nu toe uit de bus is gekomen. Ik denk niet veel, anders zou het bekend zijn in de media. Ja, men heeft op een voertuig van zijn vrouw, ja, behoorlijk beschadigd. Nauwelijks een paar dagen gekocht, heb ik begrepen. En zijn bedrijfspand heeft vele kogelinslagen. Natuurlijk ga je dus niet veilig voelen, toch? Die man heeft een gezin, 3 jonge kinderen, ja. En toch, wat had meneer Limburg zo verkeerd? Mag hij dan geen mediahuis hebben? Mag hij niet kritisch zijn naar de regering? Nou, ik heb er geen woorden voor, hoor. Ik wens hem alle kracht en wijsheid en sterkte toe. En we hopen dat dit nimmer meer mag gebeuren. Maar dit moet opgelost worden. Ja, want dit kan zo niet verder gaan. Maar de politie heeft nog steeds niemand kunnen aanhouden die daarmee te maken hebben? Dat heb ik niet begrepen. Ja, natuurlijk ga je niet dwars zitten om constant met hem te bellen. Ik weet dat vele mensen hem zullen hebben gebeld. Het zal wel lastig zijn om steeds weer te bellen. Maar als er wat is, hoor ik het van hem wel via de media. Maar ik was een van de mannen die hem gebeld had om hem sterkte toe te wensen. En veel kracht. En zeg, ga door, laten we bidden dat dit opgelost wordt. Goed, laten we maar eens verder gaan. En dat heeft te maken met een van die ministers, minister Jubitana van de ABOP. Ik heb begrepen dat hij vertrokken is. Ja, dat heb ik begrepen, dat de president hem heeft bedankt en eervol heeft ontslagen. Dat was ook zijn verzoek toen. Maar de president had hem verzocht. Heeft hij dat gevraagd om weg te gaan, om ontslagen te worden? Ja. Enkele maanden terug. En de president vroeg hem om nog even aan te blijven. En dat heeft een maand of 2 misschien geduurd. En uiteindelijk heeft de president hem eervol ontslagen. Ik heb begrepen dat de minister van Sociale Zaken naar Transport, Communicatie en Toerisme gaat, althans het ministerie. Als je mij vraagt, heeft ja een heel slechte indruk gemaakt op Sociale Zaken. TCT is een veel grotere ministerie met vele parastatale bedrijven. Dus ik verwacht niet echt iets geweldigs van hem. Maar ik kan me vergissen. Ja, dus de minister is weg en wie komt daar op zijn plek? Dat zeg ik, dus de minister van Sociale Zaken. Sociale Zaken, meneer Uriakat Ramsaran gaat naar TCT, hebben we begrepen. En de ABOP moet iemand anders op Sociale Zaken zetten. Ja, maar Ramsaran was toch van VHP? Nee, het is van de PL. Oh, van PL. Ja. Maar ik hoor, ABOP moet iemand daar zetten. Bedoelen ze daarmee ook PL? Ja, ze zeggen dat ze als één partij verder zullen gaan. Dus het is die combinatie dan. Iemand moet zetten. Ja. Oké. Is er iets wat ik niet gevraagd heb en waarvan u denkt van dat is toch wel iets dat belangrijk is om nu melding van te maken? Nou, dat het ja, nog steeds zeer slecht gaat in Suriname. Radio Awas die heeft gemeend om mij met een paar andere mensen te interviewen volgende week woensdag, vandaag over een week, om te kijken om samen te werken voor een blokvorming, want dat moet er eindelijk gaan leiden. Alle andere partijen moeten een blok gaan vormen tegen deze situatie. En ik ben voorstander daarvan. En we hopen dus dat de partijen kunnen inzien dat in het belang van Suriname ze moeten bundelen. Ja, want we krijgen dan
geen versnippering meer, toch? Ja, ja, dus die partijen moeten gaan samenwerken. Ja, ja, we moeten dan één lijst indienen, één sterke DNA-lijst. Ja, met alle mensen, natuurlijk gescreend, ja, geballoteerd. En dan komen de mensen die dus door de screening en ballotage heen zijn op die lijst. En dan moet dat gaan dienen als alternatief om Suriname op spoor te zetten. Dus is het plan wat meneer Guillermo Samson en ik samen met anderen hebben besproken toen. Ja, dus we hopen dus dat het van de grond komt. En dat de partijen inzien en hun ego's achterwege laten. Maar vele mensen praten, maar ze hebben geen bestuurlijke ervaring. Het praten alleen helpt niet. Wat is uw track record? Wat hebt u al gedaan toen u daar bent u in het bestuurlijke geweest? Vele mensen hebben geen parlementaire ervaring. Hebben nooit op een ministerie gewerkt als ze zijn leidinggevende. Ja, maar ze praten. Het praten helpt niet. Wat is uw track record? Daaraan moet men gaan kijken. Ja, wil men iemand, een man, dan wel een vrouw, ja, voordragen om te zeggen, deze is een kandidaat. Ja, wat is die persoon zijn track record geweest? Maar niet gewoon vanuit het luchtledige, gewoon iemand zetten daar en dan gaan we niet vooruit komen, want Suriname moet nu echt vooruit komen. We kunnen zo niet verder gaan. Ja, oké. Okay. Ik wil u heel hartelijk dank zeggen, meneer Belfort. Ja. En u verder een hele fijne dag verder toe wensen. Oké, okay, dank ook de gelegenheid geboden. En tot de volgende keer. Ja, oké. Okay. Tot daar.